Weet jullie of er een toilet is, alsjeblieft? Een toilet? Moet naar het toilet? Wel, ik heb vandaag toch alleen een keer heel snel een toilet moeten opzoeken, ja, wat dat een beetje vervelend was. Maar anders had het behoorlijk vandaag. Zou u eventueel uw toer gaan kunnen beschrijven? Die was de laatste keer dat u bent geweest. Ja, u overvalt mij met uw vraag. Dat was, hoe zou we dat zeggen, smeug. En er zaten nog wat voedselresten in, ja. Ah, oké. Okay. Kun je dan naar Wikipedia gaan en Bristol stoelgangsschaal doen? Ja. Eerder naar 5 of 6 eerder. 6. Soms denk ik bij mezelf dat ik een aansteller ben met het altijd moe en ellendig zijn. Want langs de buitenkant valt er niet veel te bespeuren. Soms zie ik wel wat bleek of heb ik kringen onder mijn ogen, maar voor de rest zie je langs buiten niet veel. Tot je dan een coloscopie krijgt en mee kan kijken. Dan stel je vast dat er wel degelijk iets niet pluis is. Alleen, je krijgt het moeilijk aan buitenstaanders uitgelegd. Ze hebben allemaal wel eens een buikgriepje of diarree. En dat gaat altijd weer over. Waarom zou het bij mij niet overgaan? Dat maakt het net zo lastig. Ik heb soms het gevoel me constant te moeten bewijzen. En dat is op zich erg vermoeiend. Je hebt nog niet gegeten? Ja, nee. Het was, kwam juist een patiënt onwel. En zo ik iemand naar dienst gedaan. En moest, kreeg mijn opdracht dat ik naar het toilet moest. En dan dacht ik van, Lisbeth, laat dat. Maar dan dacht ik van, nee, als het echt zo is, moet ik ook gaan, moest ik aan jou denken. Dan zeg ik dan maar een foto van mijn toilet gaan nemen. Dus, ze werken op vier niveaus. Dus enerzijds krijg je berichten via hun smartphone, challenges, dat je dan moet lezen. Bijvoorbeeld ging over, denk aan je dieet en denk na wat je gaat eten. Dan moet je zeggen wat je gaat eten vanmiddag. Anderzijds kan ik dus telefoon krijgen. Ook dat er mij iemand opbelt met bepaalde boodschappen. Als derde heb je een attributenzak eigenlijk gekregen, dus in de shoes. En daarin zitten allerlei pakketjes, dat je dan ook de boodschap krijgt om dat te openen. Dus, ja, en is bloed bij je ook, Jout? Heb je vroeger een suppo's genoemd, nee, Mieke? Zou je er nog van staan? Nee, zeker. Ik zou dat proberen. Dat is eigenlijk veilig bij de zwangerschap ook. En dat is eigenlijk het eerste die je zo moet helpen. Mm-hmm. Vanochtend heb ik al de boodschap gekregen dat ik moet alert zijn om te weten waar dat boodschappen, toiletten zijn. Dus ik ben met de fiets. Dus ik moet straks met de fiets naar huis. Ik heb vanochtend al op mijn fiets overal rondgekeken, maar er is niet echt veel keuze om ergens een toilet te vinden als ik maar 5 minuten heb. Dus, als ik dan een challenge krijg, zal ik zien dat het misschien een foto van het open veld zijn dat ik moet nemen om naar het toilet te gaan. Ik wil het echt beleven. Ik wil echt een keer de moeite doen om daarmee te ervaren wat dat is. En nu heb ik zo'n beetje nog het gevoel van, als ik niet er genoeg op inga, ga ik het misschien niet voelen. Omdat ik heel goed besef, als het echt is, is het niet een signaaltje dat ik kan negeren, dan is het gewoon in je broek natuurlijk. En heel toevallig, die patiënt die echt niet goed ging vanochtend, was iemand die ook op dat moment net abdominale krampen kreeg, daardoor flauw viel en eigenlijk stoel hangen in haar broek had. En dan, echt soms met een stoel hangen in haar broek rondloopt in de stad. En dan merkt dat mensen dat ruiken en zien aan haar. Dus echt te ervaren wat het is, zal ik nooit weten, maar denk er gewoon bij stilstaan, is al heel belangrijk. Het is lekker kip en het is lekker kip, maar het is heel droog, kan ik me garanderen.
En daar mag niet een beetje mayonaise bij? Nee, mayonaise. Of wat tabasco? Nee. Maar mijn bewust dat mag, he, maar dat de patiënten het bekopen de dag daarna. Ja. Toen ik gisteren met de fiets naar huis fietste, ik was eigenlijk toen ik hier vertrok juist naar het toilet geweest, dus ik dacht 20 minuten, dat moet ik wel redden. Maar dus ja, ik was nog maar goed half weg. Ik wist dat ik zeker nog een 5 à kleine 10 minuten verder moest. Toen ik de melding kreeg dat ik inderdaad naar het toilet moest. Ik heb juist een nieuwe challenge ontvangen, ben benieuwd. Ik moet naar het toilet. Nee, nu? Nog 9 minuten, ik had deuren fietsen, ik zat. Wat er door mijn hoofd ging op dat moment was zeer vreemd. Ik had zo heel de afweging van, moet ik nu stoppen? Moet ik verder rijden? Ga ik thuis geraken? Ga ik niet thuis geraken? Dan het stuk heel snel beginnen fietsen, maar dan voelde ik me nog veel ongemakkelijker. En dan kwam ik plotseling te landen, ik rijd een beetje landse wegen, een kapelletje tegen. En dan dacht ik van, oké, ik zie daar groen en muren, misschien kan ik me hier wel verbergen. Dan heb ik rond dat kapelletje gelopen, maar daar inkeek van overal, maar dan gelukkig was de deur van de kapel open en dan heb ik me eigenlijk tegen de deur van de kapel gezet en ik had gelukkig papieren bij mij dat ik eigenlijk mijn behoefte op die papieren kon doen. Ik had ook handschoenen gelukkig en mijn fiets om dat op te ruimen. En dan heb ik hier de deur tegenaan van hem hier tegen gezet dat er niemand en dan papier mag. Maar thuis zou het niet gelukt zijn, hè? Het was dat of dood van, denk ik, van mijn conditie. Dus, ik moest uiteraard niet echt mijn behoefte doen, maar gewoon het idee van ik moet hier nu dringen en ik moet hier iets vinden. Vooral ook, wij kregen 10 minuten en de patiënten zeggen 10 minuten. Je hebt eigenlijk nog geluk, dat is eigenlijk nog lang, wij hebben geen 10 minuten. Inge en ik doen al enige tijd samen Tandem Talks. Dus eigenlijk samen dat we een verhaal rond IBD brengen. En nu zijn we dus op weg naar Hoogent. Dat is een bacheloropleiding voor verpleegkundigen waar we in een tweede jaar onze lezing gaan geven. Ons verhaal wordt wel gehoord en dat is wel daarom doen we het. Wie heeft er al gehoord over IBD? Inflammatory bowel disease. Inflammatoire darmziekten. De ziekte van Crohn. Colitis ulcerosa. Ik zat bij mijn arts en die zei, jonge dame, u hebt colitis ulcerosa. Het is een chronische ziekte, het gaat eigenlijk niet voorbij en in principe zult u uw hele leven medicatie nemen. Je maakt je studies af met een bepaald doel voor ogen, een gezin en een carrière. Het was mijn droom om die twee te combineren. Ik had in gedachten een verantwoordelijke job, op een personeelsdienst of zo. Iets in mijn afstudierichting, strategisch management. En dan valt dat allemaal een beetje weg, omdat je lichaam af en toe de bovenhand neemt. Ik heb het al zo vaak geprobeerd om het een plekje te geven en het naar iets positiefs om te buigen. Maar heel af en toe blijft het toch knagen. Bij ons op de gang hadden we per 6 studentenkamers een toilet. En dat toilet was vooral voor mijn gebruik. En ik zat vooral met jongens op de gang. En ik weet nog dat ik op een bepaald moment beginnen ben met allerlei geurverfrissers en zo mee te doen. En dat was vooral de reden. En dat ik vooral dikwijls beschaamd was van hoeveel keer wordt er hier aan die deur getrokken. En ik zit hier eigenlijk nog altijd. En dat ik dan waarschijnlijk echt met rode kaken terug vlug in mijn kamer binnenstormde. Want die was op het einde van de gang dan de overkant. Zo'n ding herinner ik mij daarvan. Of dat ik inderdaad in de aula de laatste zitplaats nam, dicht bij de deur. Die dingen herinner ik mij wel. You need to go to the toilet immediately. You need to go to the closest toilet. Send a picture of the bathroom door. Moet 3 eruit. Wat gaat mijn hang uit zijn? Mijn hang is daar, hè? Ja, zo past. Ja.
als u het boek moet toenemen en nog lopen. Dus, Het grote voordeel is, denk ik, dat mijn kinderen alleen maar de mama met colitis ulcerosa kennen. Dat ze geen voor en na en ze kunnen niet vergelijken. Voor hen is het een doodgewone zaak dat we, als ze kleiner waren, dat ze spontaan op hun potje bij mij gaan zitten, terwijl ik het kwartier op het toilet zit, om een babbeltje doen van hoe was het op school. Wat is er ook heel normaal, ja. Samen op stap zijn en de toiletten proberen te spotten om ter snelst. En het gaat ook veel verder. De anekdote dat ik met mijn zoon onderweg ben in de auto en niet ergens kan stoppen en eigenlijk echt letterlijk in mijn broek doe. En waarbij dat we thuis komen en ik hem aanman van wil je alsjeblieft even rustig zijn en mij probeert te excuseren in mijn gênante situatie. En waarop dat hij antwoordt, ja mama, zo erg is dat nu niet. Dat is zo'n situatie, ja, dat kan mij ook overkomen, zoiets. Dus dan denk je maar van ja, dat jongetje van 10, die gaat er eigenlijk wel op een fantastische manier mee om. S'avonds u in de zetel neerzetten en als een blok in slaap vallen, wakker gemaakt worden van kom, we gaan slapen. En uw man heeft misschien nog wel iets in gedachten, maar hij zit echt helemaal uitgeput. En dat keer op keer, elke dag opnieuw, ja, dat stapelt zich op. En ik begrijp ook de andere kant. En hij wil u daar wel tegen verzetten, maar ja, de uitputting slaat toe. En ja, dat zijn zo van die momenten. Ik heb van patiënten gehoord dat ze vrienden verloren zijn. Ik heb ook van mensen gehoord dat ze een partner verloren zijn door de ziekte. Omdat je toch dezelfde niet meer bent. Fuifbeesten zie je veranderen naar huismussen. Omdat je inderdaad de energie niet meer hebt ook vaak om het te doen. We hebben heel vaak over diarree en toilet. Maar je hebt ook de energie niet meer. Ik dacht dat aan die app lag. Dat ik zo constant moest mee bezig zijn. Want moet ik naar het toilet? Dat beheert blijkbaar van die mensen ook hun leven. Ze weten ook niet vooraf wanneer ze naar het toilet moeten. En ik... het is gewoon vermoeiend om daar constant te moeten mee bezig zijn. Ik had energie ook niet om erover te denken. Dat is hetgeen dat ik nu voelde. Want ik ben eigenlijk gelaten nu. En ik ben blij dat Inge nu beslissingen voor mij neemt. Want weet je, ik heb dat echt nog gedaan, aangebeld bij mensen. Dat durf ik niet. Ja, wacht ze. Hier een baantje kan toch moeilijk echt een oprit opbrengen. Ja, nee. Huisartsen. Ja, want de huisarts. Die zei, ah, dat ik dat door ga vragen. Ja. Weet jullie of er een toilet is, alsjeblieft? Een toilet? Hier? Oké, dank u wel. Ik krijg er letterlijk nu nog hartkloppingen als ik eraan denk. Creatief moet je zijn, maar wat er mij het meest bijblijft is dat je moet je grenzen verleggen. Ik had er vanochtend nog met een patiënt over. Stel je voor dat je echt aan een huis moet aanbellen of echt moet aan iemand vragen om toestemming moet vragen om alsjeblieft dat toilet te mogen gebruiken. Die huisartsenpost was eng, maar ik kon dat toilet lopen zonder verantwoording of te leggen. En dat is iets dat ik absoluut niet van op de hoogte was. En patiënten vertellen mij vaak van dat ze hun behoefte dringend moeten doen en dat ze dan creatief zijn. Maar dat patiënten echt eronder rijden, dan is het ergens naartoe gaan in hun achterhoofd van oké, apothekers is nog een plaats waar ik terecht kan, huisartsen, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Nog nooit. Het woord kanker, dat heb ik al vaker van dichtbij, of toch tamelijk dichtbij meegemaakt. Mijn vader heeft bijvoorbeeld zijn beste vriend verloren aan een lange, aanslepende darmkanker. Daar kan ik nog mee om, maar tijdelijk stoma dat hij daarbij heeft gekregen, dat was voor mij heel confronterend. Omdat je weet,
onrechtstreeks. En ik denk dat heel veel patiënten, ik weet het niet, maar ik denk dat mensen daarin zich daarin kunnen herkennen. Als je Crohn of colitis hebt, is dat zoiets wat je toch ergens bewaart in je achterhoofd. Van, dat kan ook mee overkomen. Ik spreek uit dat ik daar niet bij stilsta, maar ik sta er wel bij stil. Maar, ja. Gewoon even minst. Dat mag zeker niet het gevolg zijn van die uitdaging, van die interviews. Dat we nu denken dat we het weten. Ik weet het nog altijd niet. Ik heb het even ervaren. Maar, ik ben me schaamd om te zeggen, ik had vanochtend ook op social media dat ik het al beu was vanochtend. En nu kijk ik echt uit tot het 4 uur is, tot dat afloopt. En dat ik iets kan eten. Maar de realiteit is natuurlijk is niet zo, en dat besef ik. MUZIEK